Ik heb plannen om ook een duif aan te schaffen. En dan kan ik ze lekker laten vliegen hier. Maken ze salto's en zo. En dan gaan ze op het dak zitten. En dan s'avonds naar binnen. En dat zijn speciale duiven? Ja, dat zijn speciale duiven die uit Turkije komen. Die salto's maken. Hoe heten die duiven? Ja, Doodrollers noemen ze dat. Wat noemen? Doodrollers. Ja, doodrollers volgens mij. Doodrollers? Ja. Vertel. Volgende week praten we verder over de doodrollers, over de training van Jack en de andere kippen, nieuwe aanwinsten, eitjes die gelegd worden. Nu even rustig zitten om het te hebben over de rellen op de Beierlandse Laan. Iedereen mag protesteren, maar plunderen, vernielen, wat zou ik zeggen, vuurwerk gooien naar politie, dat vind ik te ver. Thuis zijn ze engeltjes, buiten zijn ze duivels. Als ik ouders was en mijn kinderen zou zoiets gebeuren, zou ik, is vernederend. Ik zou het niet goed vinden, mevrouw. Want ja, dan gaat je buurman ook een beetje misschien verkeerd aankijken. Ja, het heeft ook een beetje met opvoeding te maken. Respect, waardes en normen. Maar ja, als je thuis niks leert, ja. Wat ga je op straat leren? Het stelen of iets anders. Ze geven niet genoeg aandacht aan kinderen. Dan krijg je Plaswijkpark. Ja, die heb ik gedaan. Dan krijgen we er nog even een douw bij. Dat vond ik echt, wat gebeurt is erg, maar dat is een level hoger. Maar afgelopen zomer waren we nog ook gaan met mijn kinderen. Daar kun je laten zwemmen en zo. Was wel gezellig daar, maar ja, dat vind ik wel absurd. Je gaat toch geen zwembad, dat recreatie ga je toch niet in de fik steken. Die moeten ze echt opsluiten. Minimaal 10 jaar opsluiten en dan hebben ze een voorbeeld, dan doet niemand het. Oké, dankjewel Hamza. Ja, en hopelijk dat we volgende week wat minder zwaar gesprek hebben. Ja, en Feyenoord moet wat beter spelen. 3-0 tegen Heerenveen.